Zolang voor PSV de koppositie in de Eredivisie ver buiten bereik ligt, is de prioriteit nu om de tweede plek vast te houden. En dat kan door komend weekend de nummer 3 AZ wat meer op afstand te zetten. Trainer Roger Smit wil dus koste wat kost winnen van AZ komende zondag. It seems like we have to fight for the second place this season. And in a direct duel you always have the chance to make the distance to the second and the third a little bit bigger. And so that's why it's very important to win on Sunday to keep our position. En ook al zit een kampioenschap er dit seizoen niet in, Smit gelooft niet dat PSV voor altijd onder Ajax hoeft te bungelen. Of course I see the potential that we can play better, that we can improve also our squad for next season and then we try to challenge them again and of course it's possible. Maar dan moet PSV nog wel zijn keepersproblemen oplossen. FC Twente doelman Joel Drommel leek op weg te zijn naar Eindhoven, maar later bleek Twente toch nog erg veel geld te willen voor de keeper. Daarbij is het ook nog niet zeker dat Yvonne Mvoko volgend seizoen onder de lat staat in Eindhoven. I think it's professional to work on the situation. We have to check all the good goalkeepers in Europe who are available, maybe for us. And then we have to make a choice and then we have to see what is possible for us. De wedstrijd tegen AZ begint zondag in Alkmaar om 2:30 en is ook live te volgen via Studio 040 Radio.